Het bedrijfsleven is dubbel getroffen met de komst van het coronavirus. Dit zegt Brian Renten, hij is voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update. Renten gaf aan dat het bedrijfsleven het al moeilijk had voor de COVID-19-pandemie. Het begon met het stijgen van de koers vanaf 2018, wat van invloed is geweest op het kostenaspect van bedrijven, zegt de VSB-voorzitter. En veel bedrijven zijn getroffen door deze factoren die voor de pandemie al een rol speelden. Importproducten worden duurder, inputs worden duurder uit het buitenland. Besteedbaar inkomen stond al onder druk. En nu komt COVID-19 erbij. En dat betekent dus dat voor onze lokale economie dat er een aantal sectoren direct zijn getroffen. Ja. De toeristensector, de horeca, ja. De Surinam Airways, om het te noemen, transport, bustransport. Dus een grote groep mensen hebben van de een op de andere dag is hun inkomen weg te komen vallen. Precies, naar zero gewoon. Gewoon zero, dat heeft impact op alle bedrijven die leveren aan die werknemers, maar ook aan die industrieën, maar ook die werknemers in die industrieën. Ja. Hebben een stuk minder te besteden. Dus dat is het direct effect van COVID-19. Een secundair effect, maar dat ons als natie allemaal gaat treffen, is natuurlijk die dip in die wereldeconomie die we verwachten. Renten benadrukt dat de VSB per brief de regering heeft geadviseerd om stapsgewijs de economie weer open te gooien. Wij hebben op basis van goed beschreven protocollen aangegeven waarom dat zo belangrijk is, zegt de VSB-voorzitter. Wat bedoelen we daarmee? Ik geef dat even als voorbeeld. Oké, u mag uw terrasje, uw restaurant weer open doen, maar u moet kunnen aantonen dat u social distancing kan hanteren, dat u een goed schoonmaakplan heeft, dat uw personeel goed begrijpt wat de risico's zijn. En dat moet worden vastgelegd en daarop moet zo'n restaurant worden gecontroleerd. Ja. Maar op die manier kan tenminste weer de mensen die wat geld te besteden hebben, weer gaan en wat geld gaan uitgeven. Bustransport, dat hebben we nodig om mensen naar het werk te brengen, om mensen naar school te brengen. Ook daar op basis van goed uitgeschreven protocollen, waarbij overtreding daarvan sancties zijn, denken wij dat je langzaam maar zeker die economie kan opengooien. Ja. We vragen aandacht voor school. Laat dit niet een verloren schooljaar zijn, anders zullen we de gevolgen nog jaren hierna volgen. Dus dat is ons concrete voorstel. Nu heeft de regering een aantal maatregelen aangekondigd. Precies, ja. We hebben ze nog niet helemaal bestudeerd. Mijn eerste reactie is dat er veel focus is geweest op direct behoeftige ondersteuning te geven. Ik kan me goed voorstellen dat sociaal, maatschappelijk, maar ook politiek wenselijk is. We zien onvoldoende maatregelen terug om direct de private sector te ondersteunen. Brian Renten, hij is voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.